Vijf organisaties zijn er bijna twee jaar mee bezig geweest. Maar nu zit de monsterklus erop. Het Dortse archief is weer een stukje verder gedigitaliseerd. En dat was pure noodzaak. Er was het plan om 700 meter aan archief te digitaliseren. En dat is in de afgelopen twee jaar ook gebeurd. En dat niet alleen, dat staat ook gewoon op onze website. De voornaamste reden was omdat we gingen verhuizen van het stek naar het Hof. In het Hof we, hebben we ook geen depot meer. Dus ja, goed, dat zou betekenen dat alle mensen alle stukken aan moesten vragen. Voortdurend stukken heen en weer moesten gaan vervoerd worden tussen het stadsdepot op de Dortse Keel 3 en hier op het Hof. En daarom is besloten om zeg maar, de meest geraadpleegde en de meest kwetsbare stukken te digitaliseren. In totaal zijn er 3 miljoen scans gemaakt door de gespecialiseerde bedrijven. Het archief had er ook nog de handen vol aan. Al het werk moest worden voorbereid, de stukken geselecteerd en soms ook nog gerestaureerd. Bij de keuze voor wat er wel en niet gedigitaliseerd werd, is er vooral gekeken naar wat er populair is. Heel veel genealogische bronnen, dus zeg maar de Burgerstand, doop en betrouwen begraafboeken, bouwvergunningen van Dordrecht, notariële archieven, heel veel beeldmateriaal en ook bijvoorbeeld de trombanden. En dat is ook gewoon thuis achter de computer op te zoeken. Het archief heeft de meeste stukken die gedigitaliseerd zijn, overigens niet weggedaan, al moesten er een paar sneuvelen. Het meeste is eigenlijk opgeslagen op het stadsipo. Alleen de, nou, bijvoorbeeld de trombanden, dat waren U-matics en VHS-banden, ja, dat heeft niet veel zin om die te bewaren. Dus daar hebben we wel een paar van bewaard en de rest hebben we gewoon laten vernietigen. Ondanks dat er nu veel meer materiaal online beschikbaar is, blijft de studiezaal nog steeds populair. Het aantal bezoekers is het laatste jaar zelfs gestegen. Die 700 meter materiaal dat gedigitaliseerd is, lijkt veel. Maar is eigenlijk nog geen tiende van het totale archief. Toch komt er voorlopig geen vervolg op de grootschalige digitalisering. Wensen zijn er altijd, alleen ja, goed, digitaliseren kost heel veel geld. En eigenlijk hebben we wel zoiets van: uh, er is veel gedaan. Misschien als er iets nieuws binnenkomt waar we zeggen: daar is echt veel vraag naar, dan laten we het doen. En verder wachten we gewoon af wat, ja, of er veel vraag naar is. En dan zullen we bekijken of het laten digitaliseren.